Broeders en zusters, beminde kijkers, hooggeëerd publiek. Deze zondag ontving ik een verontrustend filmpje vanuit de Bijlmer van mijn makkers van Bozri TV. Het meest populaire programma daar in de Bijlmer. En dat heeft te maken met de toestand in Amsterdam en de voornemens van onze regering. En het is ook duidelijk in verband en geïnspireerd met de gebeurtenissen op het Museumplein de afgelopen maanden. Waar iedere zondag allerlei mensen om onduidelijke reden bijeenkomen om te demonstreren. Daarna gaat de politie er met een waterkanon overheen. En worden stel ik de honden, knuppels en Romeo's losgelaten om de zaak uit elkaar te jagen. Gaan ze een beetje door de stad verspreid dat doen. En datzelfde gaat nu ook in de Bijlmer gebeuren. Als de voortekenen ons niet bedriegen. Want in het Bijlmerpark was ook een demonstratie. En daar heb ik exclusief de beelden van. En die beelden zijn geschoten door mijn vrienden en collega's, de mannen en de vrouwen van Bozri TV. En hier komt het filmpje zonder verder commentaar. Goedemiddag beste mensen. Ik sta hier in het zo gezellige Bijlmerpark. En ik sta hier omdat ik demonstreer vanwege de nieuwe maatregel van vele gemeentes. Dat ze minder snackbars willen in de armere wijken. Dat is dus de reden dat ik hier sta, want u begrijpt, daar ben ik het helemaal niet mee eens als groot patatliefhebber. Dus vandaar dat ik hier sta. En zoals u kunt zien is de opkomst massaal. Ik sluit niet uit dat het nog uit de hand kan lopen vandaag. Dus u bent gewaarschuwd. Wij willen patat! Wij willen patat! Wij willen patat! Wij willen patat! Willen we meer of minder patat? Meer, 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 meer! Weet je, ik wens jullie nog een hele fijne zaterdag toe. Kom niet naar het Bijlmerpark toe, want het kan uit de hand lopen. Nou, dat liet niks aan duidelijkheid te wensen over, beste kijkers. De mensen in de Bijlmer zijn het zat. Ze pikken het niet langer. Ze zeggen tot hier en niet verder. De maat is vol. Zo kan het niet langer. En het is maar, beste kijkers, dat u dat weet.